meer dan 20 jaar geleden, 1997, kwam Mercedes-Benz met een nieuwe A-klasse op de markt. Dat moest Mercedes-Benz wat toegankelijker maken. A-klasse was een redelijk hoge auto, een beetje pausmobielachtig. Dus ja, dat was niet helemaal, het sloeg niet helemaal aan. Daarbij was er een elantest van die auto, die gaan we nu even laten zien. Ja, dat zijn niet echt de beelden waar je warm voor wordt. Dus uiteindelijk stapten er meer mensen uit de auto dan in de auto. Nou, gelukkig zijn ze gewoon door gaan ontwikkelen met die auto en zijn er wat modellen verder. Het voorlaatste model van Mercedes, dat zag het zelfs heel goed uit. En wij zijn nu op stap met de allernieuwste A-klasse en dat is deze auto. En deze auto ziet er echt al natuurlijk een stuk beter uit dan de eerste A-klasse. Het model kan zelfs modern genoemd worden. En dat is nou ook precies het type mensen wat Mercedes met deze auto wil aantrekken. De jonge, moderne mens. En om die jonge en moderne mens aan te spreken, hier gelijk even een hip muziekje. En als we dan open doen, dan zien we gelijk heel veel ruimte. Hij is niet veel groter dan de vorige A-klasse. Maar de vorige A-klasse was van binnen wel redelijk compact en klein. Ik heb er best wat kilometers mogen rijden. Ja, en ik vond dat toch een beetje opgesloten en zo. En ondanks dat dit een heel groot dashboard heeft, een donkere hemel, ja, oogt het gewoon een stuk ruimer en overzichtelijker. En dan de materiaalkeuze. Ja, het is allemaal super mooi materiaal. Alles is heel erg netjes afgewerkt. En je merkt gewoon, ja, het is heel erg solide in elkaar gezet. En zelfs zie je bijvoorbeeld hier de knopjes van stoelvorm. Ja, het is allemaal heel, heel degelijk en goed functionerend. Nou, en als je dan weer bijvoorbeeld gaat kijken naar het dashboardkastje, nou, dat lijkt iets heel simpels, maar meestal zwerft daar een instructieboekje. Wat heeft Mercedes nu gedaan? Die heeft gewoon hieronder hebben ze het verwerkt, helemaal weggestopt in het dashboard. Het zit er dus wel degelijk, maar het is niet elke keer dat je dashboardkastje gebruikt, zit dat instructieboekje in de weg. Ja, dat is echt super bedacht van Mercedes. Ja, achterin A-klasse is het niet super ruim. Heel weinig steun, hè? Want het is korting, je loopt heel ver naar beneden, maar je ziet, ja, hier zit geen steun. Qua afstand, nou, ik zat net daar op een comfortabele manier. Dus qua ruimte heb ik wel genoeg. Mijn hoofd, en je merkt door de aflopende daklijn, ik heb wel genoeg ruimte, maar je zit wel een beetje tegen het dak aan te kijken. Nou, ik zou niet mee naar Zuid-Frank willen rijden, maar op zich, je kan wel, ik denk dat het prima meerijden is. Daarbij is deze A-klasse de eerste Mercedes met het M-Bug System. En dat is het Mercedes-Benz User Experience. En wat dat dan precies is, dat zijn eigenlijk deze twee grote schermen die op het dashboard gemonteerd zijn. En het werkt echt super makkelijk. Het linkscherm bedoel je dus met de linkerkant van stuur. En er zit gewoon een soort joystick waarmee je echt, ja, alles kan aanpassen. Dus of je nou een navigatie wil, of de radio, of een andere stijl, of gewoon tellers. Je kan echt alles instellen. En met de rechterkant van je stuur bedien je de rechterkant van de M-Bux. Dus ja, dat werkt eigenlijk heel soepel. En wil je nou meer weten over het nieuwe M-Bux systeem? Check dan even onze video die we speciaal hiervoor gemaakt hebben. Ja, en is dat dan genoeg, hè? Dat uiterlijk en dat mooie infotainment systeem zo over de hele breedte van het dashboard? Of zoiets als een zeer goed werkend achteruitrijcamera systeem? Is dat dan genoeg om het jongere publiek ook daadwerkelijk aan te spreken? Nou ja, ergens wel, want ja, het ziet er wel echt uit als een mooie auto. En twee, je kan natuurlijk wel mooi met je vrienden naar de kroeg, naar al deze schermen kijken. Dan weet je zeker dat je een kwartier in ieder geval bezig bent om alle minuutjes te laten zien. Maar het derde punt, en dat is misschien wel het belangrijkste punt, is dat het gewoon echt een hele fijne auto is. Je gaat zitten op stoelen die zich erg goed naar je rug vormen. Je hebt eigenlijk direct een fijn cockpitgevoel. Het stuur kan ook lekker goed naar je toe. Het is ook een lekker stuur. Lekker dik, met hier van die randen waar je dan mooie duimen weer in kunt leggen. En is allemaal, oh, ga je zitten. Je rijdt weg. En dat is eigenlijk best wel een verademing. En dan het rijden zelf. Ja, we hebben het geluk dat we vandaag met de A200 op pad zijn. De A200 heeft een 1.3 blok. Dan zou je denken, een 1.3 blok in een Mercedes, kan dat wel? Nou ja, het is een 1.3 blok met een turbo. En hij levert 163 pk. Nou, dat is in de praktijk echt meer dan voldoende om gewoon heel vlot met deze auto te sturen. En je kan hem ook wel lekker in de bocht plaatsen, hoor. Je ziet hier. Hij schakelt lekker door. Eigenlijk een hele comfortabele auto. Die ook in de sprintjes, nou ja, jezelf wel lekker doet verbazen.
punt waar we niet zo over te spreken zijn, zijn eigenlijk de rijhulpsystemen in deze auto. Het model waar wij vandaag op pad mee zijn, heeft helaas geen adaptieve cruise control. Niet aangevinkt op zijn lijst. Hij heeft wel lane assist. Oftewel, hij kan je waarschuwen als je over de zijlijn heen gaat. Er zijn er auto's die dat doen met een piepsignaaltje of een soort ribbeltoon. Of er zijn zelfs auto's die licht het stuur bewegen, zodat je weet dat je over de lijn heen zit. Nou, dat alles doet deze Mercedes toch net even anders. Wat deze Mercedes doet, is namelijk een actieve remming geven. En dat is soms best wel eng. En waarom is dat soms best wel eng? 1. Omdat hij het best wel agressief doet. Hè? Je merkt echt wel van, hij vindt het niet fijn dat ik over het lijntje heen ga. Nou is daar misschien nog wat voor te zeggen, veilig mee. Maar 2. Hij ziet soms ook die stippellijntjes op 60 kilometer wegen aan als een zijlijn. En dat zijn dan juist stippellijntjes die je zelfs wel een beetje over moet om elkaar te passeren. En op dat moment, als je dus dan zo'n harde remingreep hebt, dat is bijna een soort gevaarlijk. Ik denk eigenlijk dat ik dat uit zou zetten in deze auto. Mercedes bewijst dat ze met de nieuwe A-klasse zeker in staat zijn om een auto neer te zetten die aanspreekt tot een jong en hip publiek. Het is dan ook een auto die gewoon ontzettend fijn is en ontzettend fijn rijdt. Het is ook een auto die technologisch echt een voorsprong heeft ten opzichte van een concurrentie. Enige nadeel is natuurlijk wel de prijs. Want hoeveel jonge, hippe mensen zijn er nu te vinden die een vanafprijs van bijna 31.000 euro voor deze auto over hebben? Welkom bij Wim. Ja, zeker wel. Johnny, taxi Johnny. Ach! Ja. Vond je dit nou leuk? Super handig, hè? Hoe je de klep moet lopen. Kat! Rijden!